Welkom vanaf het kasteel voor een buitengewoon interessante wedstrijd. Want dat is het natuurlijk, Sparta tegen FC Twente. Pak alleen al de wedstrijden van vorig jaar erbij. En je weet dat het misschien wel eens heel dicht bij elkaar kan gaan zitten. Vorig seizoen 3 keer gelijk en uiteindelijk in die laatste wedstrijd in de play-offs. Het verschil gemaakt door FC Twente. Dat met 1-0 won van Sparta. Nummers 5 en 6 van vorig jaar. Nu 7 Sparta en 4 FC Twente. De zon overgoten op het kasteel. De Spartanen zijn met hun kinderen, als ze die hebben, het veld opgekomen. Waar Sparta overigens de aanvoerder mist. Bart Vriends wordt vervangen door Rick Meijsen. Flap. Linksbuitenpositie verlaat. Een goede bal van Flap. 3 tegen 2 als Twente opschiet. Hoekal is dat helemaal vrij. Rots kiest hier voor de mee opgekomen Samsted. Schiet hem naast. De eerste serieuze kans van de wedstrijd na een uitstekende aanval. Hoekal, inschattingsfout, maar dat kan ook zomaar met de zon te maken hebben. En dan gaat Flap er vandoor. Is Stijn onder andere in beweging. Flap. En dan Smal met het schot en dan raakt Van de Kust die bal ook nog. Dan komt hij ook met de schrik vrij, want voor hetzelfde geld prikt hij mis zijn eigen goal. Indraaiende hoekschop van Twente. Stijn heeft het nu vrij voor zijn rechter. Het is heel druk daar in het 16 meter gebied. Toch de ruimte om uit te halen voor Michel Flap. Flap achter de bal. De goede vrije schop in de benen. Laat hij hier zien. Maar Olij is er ook bij. Richting de bovenhoek. Daaruit geranseld door Olij. Stelvol. Hij krijgt Prupper op Tata te verwerken van Lauritsen. Stevig. Ik denk dat het heel verstandig is om de beslissing te nemen om Prupper niet verder te laten gaan. En dat gebeurt ook. Negli voor Sparta. Dat is een goede bal van Negli. Maar recht in de handen van Oerstal geschoten door Tutolano. Alek van Horenbeek voor de geblesseerd geraakte Prupper. Direct spel, 2 keer achter elkaar van Bakari. Hier is Negli. Negli voor zijn linker en die kan lekker schieten. Bakari met een rebound, kiest voor de voorzet. Dat was ook niet slecht bedacht. Gevaarlijkste moment van Sparta. Negli nog een keer. Nu een goed balletje van Negli en de kans. De kansen worden groter en groter voor de thuisploeg. Aan doelpunt te maken, dat gaat moeizaam dit seizoen voor Lauritsen. Daar laat Sparta zich. 2 keer achter elkaar in korte tijd. Goed zien. Van Horenbeek grijpt resoluut in. Bakari raakt Flap op de Achillespees. Voor Bakari volgde dan een gele kaart. Ja, dat is een hele stevige dit van Bakari. Zet echt zijn poppen op de Achillespees van Flap. En dan gaat hij die beslissing terugdraaien. Geen geel, maar er volgt een rode kaart voor Bakari. Schuldbewust gaat hij richting de catacombe. Voorzet van Rots. Verlengd, valt voor de voeten van Stijn. En die prikt de bal binnen ook. En zo gaat Twente diep in de blessuretijd van de eerste helft op voorsprong komen. Door de 10e van het seizoen van Sam Stijn. Hij is altijd in de buurt van waar de bal terecht zou kunnen komen, Sam Stijn. Hij weet hem tussen Olij en de paal binnen te prikken. Ja, dat is wel een mooi gebaar. Veel vrienden natuurlijk bij Sparta. Keule, Hoekalde, ze laten zakken uit in de spitspositie. Kan zo Rots aanspelen en zelf doorbewegen. Rots. Leverde natuurlijk die voorzet en laat hier even zijn tegenstander staan. Rots met de teruggetrokken bal in de volgende mogelijkheid. En op de paal geramd door Smal. Bijna slaat Twente opnieuw toe. Kan nog altijd. Sadilek, Smal. Lage voorzet, Ugalde. Net naast. Via de voeten van Veldhuis. Dus
minuten overrompelt Twente Sparta in de eerste 80 seconden van de tweede helft. Er staat het nog altijd 0-1. Lauwersen Verschuren kruipt daar voor zijn tegenstander, maar nee, zegt Van der Kerkhoff. Dat is te gezocht door Verschuren in het duel met Van Horenbeek. Ja, het zou zomaar kunnen dat hij hem tegen het bovenbeen aantikt. Er wordt nog naar gekeken. Er is contact en dus gaat de bal op de stip. Een penalty voor Sparta. 5 minuten onderweg in de tweede helft. Lauwersen, ijzig kalm, 1-1. Opluchting voor Sparta, zeker ook opluchting voor Lauwersen, die eindelijk weer zijn goal meepikt. Zijn vierde van het seizoen. Het publiek erachter, door die gelijkmaker een enorme stimulans. En hier is Negli, snijdt hem goed aan. Van Horenbeek verdedigt, maar hier is Warmerdam. Van en weer een penalty, ja, die gaat weer op de stip. Geel voor Sadilek, penalty Sparta, dan met 10 tegen 11 op voorsprong kan komen. Het ziet er onbehouden uit. 4 minuten na de gelijkmaker. Lauwersen en weer heel rustig. Nu de andere kant op. 2-1 Sparta. Bijzondere ontwikkelingen in de openingsfase van de tweede helft. Lauwersen op adrenaline. Sparta weer naar voren met Verschuren. Die is altijd onvermoeibaar. En met 3-4 man zijn ze er ineens. Verschuren naar zijn rechter. En geen 3-1. Wat een fase, zeg, van Sparta. Doet eigenlijk alles goed. Heeft gewoon pech. Verschuren. Taha. Goeie voorzet van Taha. En dan stond hij al klaar van Wolfswinkel. Daarna nog. Goed ingeschoten. Knappe poging van Van Bergen. Stijn. Dat is een knappe poging van Stijn. Ook op de paal. Opgepikt. Door Van Bergen. Nu is het de beurt aan Twente. Heerlijke tweede helft met alles erop en eraan. Knap schot van Sam Stijn. Olijna Lauritsen. Gelijkpartij bij Kitolano. Toch weet hij nog bij Lauritsen te krijgen. En die schiet heel, heel verrassend. Van Bergen. Univar. Univar en die ramt er nog even binnen in de extra tijd. Vlammend schot van Univar en nu is Olij geklopt. En is het 2-2. Lichaamsschijnbeweging, versnelling en een droge uithaal van Univar. Voor Twente zal het voelen als een nederlaag. Maar wat was dit een heerlijke voetbalwedstrijd. Met alles erop en eraan. Dat zou je niet zeggen als je kijkt naar de gelaatsuitdrukking van Jozef Oosting. Zij zullen het gevoel hebben dat er meer in heeft gezeten. Maar als je kijkt naar de lichaamstaal van Olij, bespeur je dat bij de doelman van Sparta misschien ook wel.